Hey, leuk dat je weer kijkt. Vandaag geen recept of proefvideo, maar een handige baktip. Ik heb natuurlijk mijn blog Laura's Bakery, daar deel ik alle recepten op. En op mijn tweede blog, Handige Baktips, deel ik, de naam zegt het al, handige baktips. Normaal schrijf ik daar altijd artikelen op, soms met stap-voor-stap foto's. Maar video's had ik nog nooit gedaan. Maar het leek me eigenlijk wel handig om bepaalde technieken of handelingen gewoon eens op video te laten zien. Een foto zegt al meer dan 1000 woorden, maar een video kan soms gewoon nog veel meer zeggen. Dus daarom beginnen we nu met de serie baktips op video. In deze allereerste video voor handige baktips ga ik laten zien hoe je een cornetje vouwt. Een cornetje is eigenlijk niet meer dan een spuitzakje van bakpapier, wat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld gesmolten chocola, glazuur of wat dan ook te spuiten. Je kunt er zelf botercrème mee doen. Ik vind het zelf niet prettig werken, maar het zou wel kunnen als je dat wil. Om een cornetje te vouwen heb je een stukje bakpapier nodig. Het is een ongelijke driehoek zoals je ziet. En daar gaan we van vouwen. Het is echt heel simpel. Het is alleen wel even een handeling die je onder de knie moet hebben. Ik ga het je laten zien. Ik pak hem altijd zo voor me. De lange schuine zijde hou ik vast. En dan pak ik de hoek daarboven. Die vouw ik om eigenlijk. En dan zie je al dat er een soort patatzakje vormt. Nou, je moet een beetje die feeling krijgen. Maar uiteindelijk, kijk, zorg eigenlijk dat dit binnenste stukje papier gelijk loopt aan de buitenste rand. En dan zie je dat er al een scherpe punt ontstaat. Ja, goed, het is soms eventjes een klein beetje die feeling krijgen en voelen dat die strak zit. Hou goed vast met je hand. Dan pakken we deze strook bakpapier. Die vouwen we dan omhoog. Hieromheen. En dan is het even een kwestie van goed vasthouden. Kijk, je ziet nog steeds dat die scherpe punt er is. En dan doe je deze flap, die vouw je naar binnen toe. En ik pak dan ook altijd een klein beetje van die punt mee. Zo. Goed, vouwen dit. En zetten. Dat is het, zo maak je een cornetje. Dan is het een kwestie van het cornetje vullen en je vouwt hem dicht. En dan is het goed vasthouden met je hand. En dan kun je spuiten. Er zit al een hele kleine opening aan de onderkant. Maar mocht je nou dikkere lijntjes willen spuiten, dan knip je hem heel voorzichtig een klein stukje open. En dat is het. Meer niet. Zo maak je een cornetje. Tot de volgende baktip.